trots op jou. Groetjes, jouw papa. Jullie ouders zullen wel trots zijn, hè? Ik heb geen vader. Gerrit. Mam, ik ben een YouTube-kanaal begonnen met mijn vriendin. Het YouTube-kanaal. Het is echt heel chaos op het moment. Ja. Dag YouTube. Hey. Oh, sorry. Als ik zeg dat het een chaotische dag was, dan zeg ik echt dat het een chaotische dag was. Oké, maar leg even de camera hier, want ik word nerveus van u. This is my day, oké? Vandaag heeft Mathijs een heel lange werkdag gehad, waardoor dat ik voor de eerste keer de video heb moeten editen. Anders was hij niet op tijd af. Dus de video van gisteren, dus waar het of doen video met de lapdance, heb ik geëdit. Als je het nog niet gezien hebt, kijk dan eens even en laat weten hoe dat jullie het vonden. Ik vind dat ik het goed gedaan heb. Je hebt er 3 uur aan gezeten, mag wel. Ik ga eerlijk zijn, eerst wat ik heb gezegd toen ik hem gezien was van oh my god, je hebt dat zo entertaining gemaakt. Ja. Ik weet niet hoeveel cuts Mits heeft gedaan, maar elke seconde... Ik heb eigenlijk zo... Cut. En oh daardoor, uw ogen, je wilt ze blijven kijken zo. Ja. Ik doe nooit zoveel moeite. Ja, omdat ik dat misschien elke dag doe natuurlijk. Maar Mits doet het 1 keer en ze gaat er volledig voor, ze. Hey, als jullie die video even laten boomen voor mij, dan zou ik dat wel appreciëren. Dan gaan we Mits meer aan de computer zetten. Oh. Ah ja. Oh, vond je het leuk? Ja, ik vond het wel leuk. Ik zou het inderdaad niet elke dag willen doen, maar als jij zo zo'n dagje hebt dat je geen zin hebt, kan ik het wel eens overnemen, want nu weet ik het al een beetje beter. We zijn dus snel alles aan het inpakken, want we gaan nu naar Mathijs thuis, maar morgen vertrekken we naar Parijs. We hebben nog geen hotel geboekt, dus dat is probleem 1 al. We gingen normaal met de trein, maar de tickets zijn opeens verdubbeld, wat het heel duur maakt. Dus we gaan waarschijnlijk met de auto. Maar het positieve is dat we de volgende 5 dagen vrij zijn. Woehoe! Hey Matte, maar ik zag dat we bijna 62k hebben, maar kan ik niet nu al een vakje kleuren? Dat klopt niet. Oké, okay, nee, we kleuren er wel eentje na Parijs. Hoe met ze? En we staan weer in de file. Vreselijk. Ja, en ik ben ondertussen even aan het kijken voor hotels, want dan is er toch wel 1 probleem opgelost vandaag. Basically... Wat wij vandaag in de auto hebben. Wat we dus in de voorbije video's als nieuw concept doen, is op het einde van de dag een paar leuke comments voorlezen. Maar helaas hebben we niet enkel goede comments, maar ook enkele slechte comments. Dus we dachten, laten we de beste haatcomments met jullie delen. Gisteren hebben we echt een... Ik heb zo hard moeten lachen. Het was op de TikTok van de handboeien en vrij krijgen. Jullie maken echt slechte shorts. Dit is echt slecht. Jullie maken echt slechte shorts. Dit is echt slecht. Als jullie dit leuk vinden, mag dat. Maar hou dat dan alsjeblieft voor jezelf. Ja. Wij gaan echt zoveel moeite steken in video's om daarna die niet aan jullie te delen. Vanaf nu maken wij video's, maar enkel voor ons. Ja. Ik denk, als we naar onze beste haatcomments moeten gaan, moeten we natuurlijk naar onze meest bekeken video. En dat is momenteel Papa Jack. Met 3,9 miljoen weergaven. Ik voel gewoon dat het een puinhoop gaat worden van haatcomments. Een puinhoop. Een opmerking dat mij niet boeien is bijvoorbeeld, inderdaad, jullie zijn zo cringe, want akkoord. Ja. Oh, nog eentje. Dat veel mensen zeggen, die kom ik waarschijnlijk direct tegen, is jullie ouders zullen trots zijn. Als jij ooit kinderen hebt, dan eender wat dat je kind ooit in het leven wil doen, je gaat er sowieso moeten achter staan als je van je kind houdt natuurlijk. Dus waarom zouden die ouders niet trots zijn als je doet wat je graag doet, snap je? Mijn koptelefoon is klaar met laden met gaatje. Dat was vol... Ah, hier is hem, 337 likes. Jullie ouders zullen wel trots zijn, hè? ik heb geen vader. Maar dan deze. Besef, de ouders die hun opgevoed hebben, hebben echt iets fout gedaan. Dat heeft niks met opvoeding te maken, maar echt niks. Dat is, wow, het humorniveau van een 6-jarige al bereikt. Chapeau. Fase van de puberhumor is nog niet voorbij. Even geduld nog, dan ga je je kapot schamen. We wachten nog eventjes. Veel mensen reageren dus, dit is wel genoeg YouTube voor vandaag. Nee, want je wou al zo'n tijdje stoppen gewoon met kijken. Maar iets moet je aanzetten om te stoppen. En dan zeg je zo, oké, dit is het moment dat ik stop. Heel deze comment zegt gewoon genoeg YouTube voor vandaag. Genoeg shows voor vandaag. Ik zie dat een comment. Trots op jou. Groetjes jouw papa. Hey papa. Waarom ben je weggegaan? Oké, dat was duister. Gerrit.
Hij zegt, ik heb echt nog nooit een grappig of leuk filmpje van jullie gezien. Oh, jullie zijn de triestigste mensen die ik ooit heb gezien. Oef. En dan zegt hij, Gerrit, vrijdag 10 november om 3:03. Welke video? Of met een lamp in Tenerife. Ah, de lamp. Ja. Ik snap wel, als mensen nooit onze video's zien, hè, yeah, onze daily vlogs, maar wel onze shorts alleen, dan snap ik wel dat je een bepaald beeld creëert over ons. Dat was ook daarom dat we zijn begonnen met daily vloggen, ja, en zo, en met video's maken, omdat we echt wel tonen gewoon hoe ons dagelijks leven eruit ziet en wat wij gewoon, hoe dat wij zijn als persoon. In onze shorts willen wij net die figuur creëren waar wij net zo cringe zijn of, yeah, of droog zijn of echt zo heel een seksgetinte mind hebben, ja, en zo. Ja, inderdaad, sommigen hebben die humor van zo'n seksgetinte mopjes en zo. Sommige mensen kunnen daar heel erg mee lachen, sommige mensen voelen zich blijkbaar heel aangevallen. Maar er was dus op onze één kledingstuk uitdoen, was er zo één comment. Dus hij zei, Santa Max, heel gay dit. Dit deden ze in 2016. Kom met wat nieuws, man. Maak gewoon een En dan had ik gereageerd, is goed, we zetten het op onze to-do-lijst. En dan had hij gereageerd, toppers. In het begin trok ik mij heel veel aan van haatcomments en eigenlijk heeft Matthias mij daar overheen geholpen. Matthias zei dus altijd één ding tegen mij en dat heeft super hard geholpen en dat is, vanaf dat je haatcomments hebt, begin je meer succes te maken. We merken in onze virale video's, opeens als we haatcomments krijgen, dan zeg maar dat is keigoed, want vanaf nu bekijken mensen het ook die dat je niet mogen en dan ben je goed bezig. Ik heb een heel leuk spelletje dat we nu gaan doen, want het is nog lang rijden. En hoe maak je zo'n ritje leuker? Door een spelletje te spelen met je medemens. Elks om beurt gaan we een liedje neurien en dan moet anderen raden welk liedje dat is. Ja, Joost, klein Europapa. I'm good, yeah, I'm feeling alright. So yeah, that was mine, it's your turn now. Da 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 da. Bro, hoe heet dat? Oh, dat is ons outro-liedje! Die is fucking goed! Altijd als we onze eindkus doen, hoor ik dat liedje al in mijn hoofd spelen, omdat ik gewoon weet dat het dan komt. Heb jij net verklapt dat we een kus doen? Ja, als we bijna... Ja, bijna kussen. Niemand weet of we effectief kussen of niet. Nee. Dat is een geheimpje dat we niet gaan delen. 100.000 abonnees en jullie komen het te weten. Dus, wat moeten ze doen? Abonneren en liken en belletje. Vandaag wordt het eentje op onze nieuwe video. Siep de Bakker met Mitsen is lekker. Nee, is die waar. Wendy zegt, hey boy en girl, jullie video's zijn echt leuk. Ik hoop dat jullie nooit met YouTube stoppen. Nou, dan heb ik slecht nieuws voor je, want morgen stoppen. Ik lees net dat Mats zegt, jullie hebben mijn dag beter gemaakt, maar ik in de video. Dus ja, dat kan ik even niet laten schieten. Hè? Mats, je bent in de video. Dag Mats. Hey. Ah ja. Ik kan niet, ik kan het niet. Ik weet niet. Het was if I was your boyfriend and I'd let you go. Wat? Nee. Doe even je best ofzo. Maar ik kan dat niet. Ja, je kan dat, ik kan dat niet. Oké, je moet het zingen zonder je mond te bewegen. Okay, you're jealous. Ja. Ja, als je dat doet erbij. Stamina, mina, sangalewa. Maar wist je dat het Sam in haar air, dat hij Sam in haar air zegt? Sam in haar air, Sam. Nee, Samina, mina, Afrika. Nee, nee. Ik ga één keer zingen hoe ik het versta, oké? Okay? Samina, mina. Ik zeg, ik ga het even. Samina, mina, sangalewa. It's time for Afrika. Samina, mina, waka, waka. Samina, mina, sangalewa. It's time for Afrika. Allee, bada bada, we pikken in Rambo. Ik heb echt... Allee, we in Rambo. Hé, hoe ze? Allee, no, 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 Rambo. Hé, hoe ze? Allee, waka, waka, wa, Ah, ik moet pipi doen. Oei, dat is lastig. Samina, mina. Het doel van deze video. Kijk. Neem het leven niet te serieus. Kijk hoe lang een paal. Maar kijk, het is niet... Ik ben hier iets goed aan vertellen. Ja, ik zie een paal. Oh. Dat was echt wel een lange paal, maat. Weet je, we zijn misschien wel cringe, maar we genieten tenminste van het leven. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. Om niet alles serieus te nemen.
boodschap van algemeen nut. Oké, ik ga nu Matthijs zijn POV andere view doen. Dit is mijn POV. Pas op. Ja, niet spelen in het verkeer. Dat... En als je hond dood is, dan moet je dat ook wel serieus nemen, want dat is heel zielig. Als je hond... Sorry, maar de sommige uitkomsten zijn wel echt grappig en dat vind ik wel leuk. Van een train guy. Mam, ik ben een YouTube-kanaal begonnen met mijn vriendin. Het YouTube-kanaal, toppend. Ik was nu de comments aan het lezen van onze Tenerife-vakantie, de laatste avond. En die titel was Naakt zwemmen op onze laatste avond. Ik zie het al komen. Dat is niet naakt zwemmen. En iemand anders reageert erop. Jammer, hè. Weer achter je per se voor niks met je broek op je enkels. Wij gaan eventjes deze file proberen overleven. Matthias is al een halve inzinking aan het krijgen, maar het komt goed. Dus wie dat ze thuis zijn, gaan we ook naar de fitness. Want een dag is geen dag zonder Matthias en Mitsen die gesport hebben. Zien we jullie daar. Goed? Oké, tot ziens. We hebben gewoon zo lang in de file gestaan dat het ondertussen al donker is. Allee. Dat was echt een van de ergste files die ik ooit meegemaakt eigenlijk. Toen we gewoon werken richting Brussel. Maar letterlijk Brussel. Dat is al fucked van zijn eigen. Ah. En dan ga je daar heel een rijstrook, er zijn maar twee rijstroken, hè. Heel een rijstrook wegdoen. Dag is geen dag zonder Matthijs en Mitsen gaan sporten. Wij zijn fucking hard voor de gym, we zijn top. We zijn in de gym, het is fucking druk. Ik heb er echt geen zin in. Joepie. Wow. Alright, we komen net terug van de gym. En boy, was it good. Doe de biceps is. Ik zie dat niet zo. Maar jij ziet eruit alsof je ter plaatse kan slapen. Man. Dus gaan we doen, want morgen is... tripjesdag. Dus we moeten in vorm zijn, hè. Morgen on the road. 3-4 uurtjes rijden naar Parijs. Zeker morgen kijken om 5 uur, want het wordt amazing. Dus tot morgen om 5 uur. En dan zeggen wij Matthias. En Mitsen out.